Nou, ik zat op de tribune en voor mij viel Dave naar beneden. Of nee, hij deed zijn sprong. En hij ging heel mooi totdat hij met het water in aanraking kwam. Toen knalde hij ongelooflijk hard op zijn rug. En ik zit in de make-up en ik hoor een knal, niet te geloven. Ik ben naartoe gerend en ik ben me doodgeschrokken. Het was echt, ik ben gisteren zelf keihard plat gevallen. Allebei mijn benen zitten in de make-up, zo paars zijn ze. Ik dacht ook dat ik niet kon ademen, dus het is gewoon riskant, weet je. Maar ja, het is met elke sport, weet je. Boksen is ook gevaarlijk, dus ook dit. Maar ja, je leeft zo mee met die jongens. Je wordt gewoon een beetje een kleine familie. En dat gaat me echt aan mijn hart, hoor. Dus het was even schrikken voor ons allemaal. Maar ik hoor dat het goed ging, dus dat is het belangrijkste. Dus of hij nou wel of niet meedoet, toch belangrijk dat het goed gaat, dat hij niks ernstig heeft. Dus soms dan krijg je eventjes zo'n terugslag van, je moet wel goed blijven nadenken bij elke sprong die je doet. Of het nou makkelijk is of op een super moeilijke sprong. Als je gewoon niet bij nadenkt, dan kan je met alles platvallen, zeg maar. Al is het een klein sprongetje erin. Dus het was even een wake-up call voor ons allemaal. Lieve Dave, ik weet zeker dat je door was gegaan als je hier was geweest, want je bent gewoon top. Echt een topper en heel veel sterkte. Hey Dave, schat, je bent zo'n moedige jongen. Ik ben zo trots op je. Je hebt hele mooie sprongen van de 10 meter laten zien. Je hebt jezelf overtroffen. Je bent zo ver geklommen. Je bent een echte kerel. Een echte bikkel. Heel veel beterschap. Nou Dave, ik hoop dat je snel terugkomt en dat we je straks tijdens de show nog zien. En wie weet nog tot in de finale.